Goedemiddag, dames en heren. Vandaag ga ik het hebben over chromatografie, hoofdstuk 13, je eerste hoofdstuk uit het klaslesboek. En ik ga nu een proefje laten zien over papierchromatografie. Eigenlijk de eerste vorm van chromatografie, chroma, is kleur, hè, in het Grieks of in het Latijn, en wil niet weten. En dat betekent dat ze dus kleurtjes konden scheiden met behulp van deze methode. Dat ga ik jullie ook laten zien. Misschien hebben jullie het proefje ooit wel eens gedaan met een stift op papier. Om de kleurtjes uit elkaar te trekken van die in de stift zitten. Want jullie weten allemaal vanuit handvaardigheid en tekenen. Dat je, als je alle kleurtjes met elkaar mengt, dan krijg je zwart. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb op dit papier, wat speciaal chromatografiepapier is, heb ik drie zwarte stiften genomen en van ieder een stip opgebracht. En dan hoop ik aan het eind jullie het verschil in die stiften te kunnen laten zien. Bij chromatografie heb je altijd een stationaire fase. Dat is in ons geval papier. Papier bestaat voornamelijk uit cellulose, dat weten jullie wel. Dus dat is ons dragermateriaal, onze stationaire fase. En onze mobiele fase is in dit geval water. We gaan het strookje in het water, in het bekerglas hangen. En ik wil het water aanbrengen, maar ik wil niet de stippen helemaal bedekken. Dus ik doe even wat water erin. Een laagje, zodat die onderin hangt. En we laten het water in het papier trekken. En wat gebeurt er nou eigenlijk met de opgeloste stoffen die in die stiften zitten? De een wil wel oplossen in het water en de ander niet. Dus er is een verschil van oplosbaarheid van de stoffen die daarin zitten. Maar er is ook een stofeigenschap die heet aanhechting of absorptie. En er is dus ook stofjes die willen liever op het papier zitten. De ene is hydrofiel, de andere is hydrofoob. En tussen die twee fases zal dus steeds een evenwicht ontstaan. Een evenwicht tussen de waterfase en een evenwicht met de papierfase. Dus tussen de mobiele fase en de stationaire fase. In ons geval hebben we gewoon papier en water. Maar als ik stofjes van watervaste stiften uit elkaar zou willen halen, dan gaat me dat niet echt lukken. Want dat blijft dan één zwarte dot. Dan heb ik een andere mobiele fase nodig. En een mobiele fase kan je dus elke stem van samenstelling maken die je wil. Je kan er alcohol in doen, je kan er aceton in doen. Nou, allerlei stofjes. We zien meteen eigenlijk al een verschil. De zwarte stip rechts blijft gewoon nog een zwarte stift. Maar je ziet nu al verschil in samenstelling van de stift. Hoe langer we hem laten lopen, het water omhoog laten lopen. Dat is door de capillaire werking loopt het gewoon omhoog. Des te meer verschil zal je gaan zien met de afstand tussen de vlekken. En als je in je boek ook kijkt, zal je zien. Dat noemen we de retentietijd. Of de retentiehoogte in dit geval. En hoe langer dat evenwicht zich elke keer weer in kan stellen, hoe vaker dat kan gebeuren, des te meer verschil zal je gaan zien tussen de vlekken. De afstand wordt steeds groter. Dit is hoe ver we hem ongeveer laten lopen.
En ik heb jullie al net verteld dat we het over retentie hebben, over retentietijden, over retentieafstanden. En dat kan je hier heel mooi zien. We zien, nou ja, de mees rechter, dat is een stift waar waarschijnlijk ook gewoon wat watervaste elementen in zitten, dus die niet zo goed gescheiden zijn. De linker twee, zie je wel duidelijk onderscheid tussen de twee stiften. Er zitten duidelijke verschillen tussen. Dit is dus eigenlijk ook een kwalitatieve bepaling. We kunnen onderscheid maken tussen verschillende kleurmengsels in dit geval. En als we dan over retentietijden hebben, wat je dan eigenlijk doet in de scheikunde, is als je hem eruit haalt, teken je eerst af wat de totale loopafstand is van het water, van de mobiele fase, dus deze afstand helemaal. En vervolgens teken je een cirkeltje om de cirkels heen en van het hart van de cirkel meet je naar het begin, meet je de afstand. En als je die op elkaar deed, dus de afstand van de vlek gedeeld door de afstand, de totale afstand, dan heb je de relatieve retentie. En dat is heel handig, want die is dus voor dit systeem, voor de kleurstof waar ik het over heb, bijvoorbeeld de blauwe, altijd hetzelfde. Dus zo kan je stoffen met elkaar gaan vergelijken. Papierchromatografie.